Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaf in 2019 aan dat drugsgebruik en drugshandel voorkomt in hun buurt. Ongeveer 4% van de mensen geeft aan dat ze daar veel overlast van ervaren. Drugshandel en drugsgebruik komt vooral voor in de grote steden. Denk aan de Amsterdamse Wallen, het centrum van Rotterdam en de Haagse Hoefkade. Maar ook in de grensgebieden langs de Belgische en Duitse grens, bijvoorbeeld Kerkrade, komen drugsgebruik en drugshandel meer voor dan gemiddeld. Het zijn de inwoners van Amsterdam die het vaakst drugsoverlast ervaren en dan met name de bewoners van het centrum Burgwallengebied. Meer dan een kwart van hen geeft aan overlast te ervaren en dat is bijna 7 keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Van de mensen die veel overlast ervaren door drugsgebruik en drugshandel, zegt ongeveer de helft dat ze vinden dat de leefbaarheid in hun wijk erop achteruit is gegaan. Dat is bijna 4 keer zoveel als landelijk gemiddeld, want ongeveer 13,2% van alle Nederlanders geeft aan dat ze vinden dat de leefbaarheid in hun wijk achteruit gegaan is. Wilt u op de hoogte blijven van onze feiten en cijfers? Abonneert u zich dan op ons YouTube-kanaal.